Welkom in deel 2. Ik ben Dirk van der Voorde, industrieel ingenieur elektriciteit. En in deel 2 bespreken we het verschil tussen arbeid en vermogen. En we beginnen met te luisteren naar een fragment uit een redenvoering van de heer Charles Michel. En het kan zeker de bedoeling niet zijn om kritiek te leveren aan de partij van Charles Michel, nog aan de persoon. Voor meer investeringen in de hernieuwbare energie. De windmolenpark in, Noord in het Noordzee, uh, dat is een equivalent van vier kerncentrales van vier voor de geproduceerde capaciteiten. Goed, dat zijn vier kerncentrales. Dat vertegenwoordigt ongeveer 4000 megawatt. 4000 miljoen watt. Om dit vermogen van 4000 megawatt kernenergie te vervangen in windenergie. Denken velen, waaronder onze premier, dat dit lukt met 800 windturbines van 5 megawatt. Wel nu, dit is fout. Onze kerncentrales en gascentrales, die voorzien ons land 24 uur op 24 uur, jaar in, jaar uit, van elektrische energie, juist aangepast op de vraag. Niet te veel, niet te weinig. De dag... Dat ons land afhankelijk is van dat windmolenpark, dan starten de treinen morgens niet. Dan starten onze fabrieken niet. Dan hoeven we niet te gaan werken. Want meestal leveren onze windmolens niets of weinig. Zelden 90%. Uiterst zelden. Op deze karakteristiek kan u duidelijk zien wat er dagelijks geproduceerd wordt aan elektriciteit. De karakteristiek wordt u aangeboden dagelijks door de firma Elia. Elia is eigenlijk de beheerder van het Belgisch transmissienet voor elektriciteit wat speelt ook een zeer grote sleutelrol op Europees niveau. Zo zie je de onderste balk, de blauwe balk, dat is het aandeel kernenergie. Vrij constant wordt praktisch niet geregeld in België. Daarboven het oranje deel dat is het aandeel van onze gascentrales en daar wordt wel geregeld. En daarboven, daar ligt een smalle strook, een strook van 1000 megawatt. Het meeste daarvan is invoer, elektriciteit die we invoeren, meestal vanuit Frankrijk. En tenslotte de groene strook, dat is onze windenergie. België beschikt momenteel over 3250 megawatt. Onze premier bedoelde eigenlijk dat men met de tijd op zee een vermogen aan windmolens wilde installeren van 4000 megawatt. Ten slotte zie je nog twee bruine pieken daarop op die karakteristiek. Wel, dat zijn onze waterkrachtcentrales. Er zijn ogenblikken dat er plots, maar voor korte tijd, een keer veel elektriciteit gevraagd wordt. Wel, die waterkrachtcentrales kunnen dat perfect invullen. Het zou nu stilletjes dan duidelijk moeten worden. Dat je een kerncentrale niet kan vergelijken met een windmolenpark. Het is niet omdat windmolens draaien dat zij produceren. Windmolens beginnen maar te produceren vanaf 2 à 3 bevolkingen. Zij doen dat totaal willekeurig, afhankelijk van de windsterkte. In de literatuur heeft u misschien al gehoord van capaciteitsfactor, of loodfactor, of rendement van een windmolen. Wel, wat is dat nu? Veronderstel je dat je een windmolen hebt van 5 megawatt. En je laat die windmolen van 5 megawatt maximaal aangedreven gedurende het jaar. Dan heb je 5 megawatt, maal 365 dagen, maal 24 uur. Dan krijg je een gigantisch getal. Ja. En dan gaan we kijken wat hij werkelijk geproduceerd heeft. En we delen die twee. Wel, dan kom je aan 30%. En let op, op zee is dat 35%. In de Limburg is dat 10% en hoe meer dat je naar zee komt, groeit dat aan naar 20%. Maar laat ons gemakkelijk rekenen, 30%. Dus als we windmolenproductie uitdrukken in al of niet, dan spreken we van 30% maximum functioneren en 70% stilstaan. Dus kort samengevat, wat is nu het verschil tussen vermogen en arbeid? Heb bijvoorbeeld een kerncentrale van 1000 megawatt en je wilt dat vergelijken met een windmolenpark van 1000 megawatt? Wel, het vermogen is zelden. Maar de arbeid, de energie die geleverd wordt, daarvoor moet je dat vermogen maar altijd doen. Wel, wat zien we? Een kerncentrale, dat kan de mens zelf regelen. Afstellen op de vraag: of een gans jaar laten draaien aan maximum vermogen. Als het niet waait, of je dan een windmolenpark staan hebt van 1000 megawatt of een van 4000 megawatt, dat maakt niet uit. Nul energie. Nul. Noppes. In deel 3 gaan we toch een poging doen om een 1000 megawatt kerncentrale te vervangen door een windmolenpark. Ik zie u graag terug.